Door samen met andere stakeholders te lobbyen bij de overheid is het de Chata gelukt om toerisme weer op de politieke agenda te krijgen. Dit gaf Sinfra Zaandam, directeur van de Chata, de vorige week aan bij de viering van het eenjarig bestaan van de organisatie. Chata staat voor Suriname Hospitality and Tourism Association. Het doel van de Chata is om de private sector te bundelen en zo de belangrijkste gesprekspartner te worden van de overheid. Op die manier moet de toerismesector gemaakt worden tot één van de economische pijlers van Suriname. Zaandam zegt dat er 3 werkgroepen zijn geïnstalleerd door de minister van Handel, Industrie en Toerisme. Hiermee is de aanzet gegeven voor de totstandkoming van een toerismeautoriteit. Er is weer bloei in de sector. Het toerismeproduct baant zich weg in de Surinaamse samenleving en is in staat een steeds bredere draagvlak te creëren binnen alle lagen van de bevolking. Ik heb hier een hele lange lijst van wat we bewerkstelligd hebben de afgelopen jaar, dus ik ga er heel snel doorheen. We hebben ons website ontwikkeld. Het doel van het website was om in 1 oogopslag de toerist een goede beeld te kunnen geven wat Suriname te bieden heeft. We hebben intussen filmpjes ontwikkeld, dat gaan we binnenkort ook publiceren. De filmpjes houden in, we geven een korte city tour van wat de binnenstad te bieden heeft als het gaat om geschiedenis. Onze geschiedenis willen we veel meer gaan documenteren. We zijn lid geworden van de Chata. De Chata is de Caribbean Hospitality and Tourism Associatie, overkoepelende associatie van het Caribisch gebied. Onze gastspreker James Heppel is ook een lid van de Chata. De Frans-Pianese beurs hebben we samen met de sector gecoördineerd en uitgevoerd. Productontwikkelingssessies gehouden met de sector. En binnenkort gaan we veel meer doen, want we vinden het is zeer belangrijk natuurlijk dat we er elke keer aan werken om het product te verfijnen. Een MOU getekend met de Algemene Nederlandse Vereniging van Reizigers. Samen met de SLM hebben wij een femtrip georganiseerd en uitgevoerd voor Amerikaanse tour operators. We hebben vaker met ons leden vergaderd. We hebben persreizen georganiseerd, voornamelijk een persreis voor de film Tuintje in mijn hart. Elevator pitch training, wat we heel erg belangrijk vonden om die te organiseren, om de deelnemers naar de beurzen afreizen en voor te bereiden hoe zij beter hun product kunnen verkopen. Zaandam zegt verder dat het afgelopen jaar een goed jaar is geweest voor de Chata. Er zijn veel successen geboekt. De focus is nu om iedere Surinamer bewust te maken van het belang van toerisme. De Chata zal intensief met de overheid in contact blijven en haar aanmoedigen de faciliterende rol op zich te nemen. Dit uiteraard ter bevordering van de ontwikkeling van het toerismeproduct en nog meer te voldoen aan de wensen van de hedendaagse toerist. Het komende jaar hebben wij een visie wat er op dit moment nodig is. Tourism education. We zullen nog voor eind 2017 in samenwerking met de hospitality scholen en stakeholders customer trainingen ontwikkelen. Voornamelijk, we beginnen eigenlijk eerst met de tourgidsen. 2018 zullen we dat doortrekken naar andere service specialisten binnen de sector. Vanavond is het ook een voorproefje van hoe wij customer service en educatie willen stimuleren. Vandaar dat wij deze locatie hebben gekozen. Het is een eer voor ons dat deze studenten u mogen bedienen. Onze toekomst. Wij lopen hier een aantal studenten rond die in de nabije toekomst mogelijk een stageplek bij jullie willen bemachtigen en na hun studie misschien in dienst bij jullie zullen treden. Naar voor eind 2017 zullen wij ook van start gaan met het ontwikkelen van een culinaire route voor Paramaribo, samen met de hospitality stakeholders en consultants. Beide projecten zullen gefinancierd worden door CBI. Een platform zal gecreëerd worden voor tourism awareness door netwerkborrels te organiseren, gekoppeld aan infosessies en showcase events. Vanavond wordt ook gebruikt als een pilot ter behoeve van de tourism awareness netwerkborrels, doordat er een paar bedrijven vanavond tentoonstellen hun unieke producten die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw bedrijf. Sinfra Zaandam was dat. Ze is directeur van de Suriname Hospitality and Tourism Association.